Hi, ik ben gisteren gaan winkelen met mijn zus. Het was heel plezant. Ik heb zelf niks voor mijn eigen gekocht. Ik ben echt kei trots op mezelf. Toen ik thuis kwam, lagen er meteen 3 pakjes aan de deur en dat maakte het allemaal weer goed. Dus ik wil vandaag met jullie graag een review doen over de Aiko producten die ik heb binnengekregen. Dit is het eerste product. Dit is de Fat Balm in Minty. Dat zit dus in een klein roze dingetje. Dat is de verpakking, maar zoals jullie weten ben ik niet goed in doosjes openen, dus het is kapot gegaan bij mij. Het zit dus in een klein roze dingetje met een klein popje erop. En het is zo ziet het eruit. Het is heel licht roze. Ja, ik heb het op mijn hand eens gedaan, maar dan zien jullie het niet goed. Ik heb het momenteel over mijn blush aangebracht. Ik heb Tipi op momenteel en daarover dus dit. Gewoon zo aangebracht en dan heel goed uitgewrijfd. Het werkt een beetje anders als de Stroke Cream van MAC of de Tinted Cream. De Tinted Cream of de gewone 3-in-1 cream van Aiko. Dat ik vaak, allee, deze gebruik je beter onder je blush en deze die kan je er wel over brengen, vind ik. Of je kan hem zeer goed voor je lippen gebruiken, daarvoor dient hij eigenlijk. Hij riekt heel straf naar munt. Een beetje een tandpasta geur. Dus als je dat op je lippen hebt, dan denkt iedereen dat je tanden supergoed gepoetst zijn en heb je altijd een frisse adem. Dus hiervan ben ik echt wel content. Dan de mascara. Dat ziet er dus in zo'n doosje uit. Ik hou wel van de manga-stijl van Aiko. Omdat ik zelf ook wel eens manga-boekjes lees. En de mascara ziet er zo uit. Zou je denken, oh, ziet er nogal goede koop uit. Dat is zo helemaal anders dan een gewone mascara. Dit is mijn CoverGirl mascara. Dit is mijn MAC mascara. Maar vooral het borsteltje is eigenlijk helemaal anders. Ziet er dus zo uit. Maar dat werkt dus echt wel heel handig. Hè? Ik kan er echt heel goed met aanbrengen. Ja, ik heb het nu gebruikt. Dus deze vind ik echt wel een heel goede mascara. Ook al dacht ik van, oh, nee, dat gaat niks zijn. Dus dit is echt wel een aanrader. Dan de nagellak in Pretty Pink. Hier ben ik niet content van. Dat lakt bij mij echt langs geen kanten. Het smeert niet uit, het blijft niet zitten, het droogt niet op. Het ziet er ook heel klein uit in vergelijking met een gewone nagellak. Ik zal nog eventjes het open doen. Zo is de kleur. Ja, misschien dat het bij andere mensen wel werkt, maar bij mij, ja, dit is geen nagellak voor mij. Dan heb ik nog een lipgloss gekregen, of lipbalsem. Dat hebben ze nu nieuw op hun website staan. Ik heb een Creamy Cupcake. Ik vind de verpakking wel heel schattig, maar de geur is niks voor mij. Omdat ik hou niet van voedselgeuren. Ik ben weer aan het sukkelen om het toosje open te krijgen. En drinkt heel straf naar chocola. Dus voor mensen die dat leuk vinden, voedselgeuren of chocolageuren, is dit echt wel een aanrader. Het ziet er misschien een beetje goedkoop uit met die glitters. Maar als je het op je lippen hebt, is het echt wel mooi. Ik heb het gisteravond op gehad voordat ik ging gaan slapen. Maar ja, ik heb nu lipstick en lipgloss op, dus ik kan het nu niet echt tonen dat eruit ziet. Ik zal misschien wel later eens een foto ervan maken. En dan hebben we nog de 3-in-1 creams. De gewone en de tinted. Hiervan ga ik nog eens een vergelijking doen met de Strobe Cream. De verpakkingjes zijn ook trouwens heel schattig. Even open doen. Zo ziet het potje eruit. Hetzelfde dus als dit. Zo. Hapsakee. Doe het open. En zo ziet de crème er dus uit. Het is een dikke crème. En dat heeft zo een lichte glans. Je kan hem eigenlijk voor van alles gebruiken. Je kan hem als highlighter gebruiken, voor hier onder je wenkbrauw. Je kan hem onder je blush gebruiken, daar vind ik het beste voor. Ik zou hem niet over je blush aanbrengen. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien eigenlijk. Zo, voilà. Het geeft dus echt een hele mooie glans. Ik zelf gebruik hem zo een heel klein beetje in mijn haar. Dan meng ik dat zo en dan smeer ik dat erin. Zodanig dat je meer glans krijgt in je haar. Of ik gebruik het voor op mijn decolleté of zo. Dan is het meer een body lotion. En soms gebruik ik hem ook wel onder mijn blush en dan staat het ook heel mooi. Maar ik zal hem niet gebruiken voor over je blush, want dan zie je het er vaak
Zo te glitterachtig uit. Niet echt mooi. Dan hebben we nog de Tinted Cream. Die vind ik wel heel leuk. Dat zit dus in een bruin, geelachtig doosje. En als je die open doet, dan denk je van wow, zo donker. Zie, zo donker. Maar als je dat uitsmeert, is dat eigenlijk helemaal niet zo donker. Ik heb deze gebruikt met mijn zelfgemaakte mineralen. Dus zo. Dan denk je van, oh, dat kan ik niet dragen. Maar als je dat uitsmeert, dan wordt dat dus wel heel lichtjes eigenlijk. Dus ik heb deze gebruikt met mijn zelfgemaakte mineralen foundation. Zoals Masha uitgetoond op Beauty Gloss. En dan was het echt wel een heel mooi resultaat. Ik denk dat ik dit ook ga gebruiken op vakantie, wanneer ik ga snowboarden. Dus dit met mijn mineralen foundation. Omdat het dan echt een heel natuurlijk effect geeft. Een beetje een bronzer effect en het glow effect. Dus dit zijn mijn producten van Aiko. Ik ben nu zelf over veel dingen echt wel content. Als jullie zouden bestellen, zou ik het tof vinden, moesten jullie mijn code gebruiken. Waarom? Omdat als jullie mijn code gebruiken, krijgen jullie ten eerste een gratis goodie erbij. En voor elk product dat jullie kopen, krijg ik ook een bepaald bedrag daarvan. En met dat geld zou ik graag nieuwe speeltjes kopen voor volgende winacties voor jullie. Dus eigenlijk komt het geld eigenlijk gewoon terug naar jullie. Dus het zou tof zijn als jullie mijn code gebruiken. Ik ga dit subiet op mijn website plaatsen eronder. En verder ga ik morgen nog een artikel doen over welke make-up dat ik nu op heb. En dat was het voor vandaag. Bye!